Minister Dinota Forswijk geeft een terugblik op het grondbeleid dat het ministerie van Grondbeheer en Bosbeleid, GBB, in voortvarendheid uitvoert. Het beleid van het ministerie is er momenteel erop gericht om zo adequaat mogelijk in te spelen op de behoeften vanuit de samenleving. Een direct resultaat daarvan is dat in de afgelopen periode ruim 13.000 beschikkingen geformuleerd zijn. Dat burgers beschikken over een stuk grond om hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen, staat bij het gronduitgiftebeleid centraal. Als minister van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer is het eigenlijk jij als hoofdverantwoordelijke die ervoor moet zorgen dat daadwerkelijk deze grondbeschikkingen in orde gemaakt moeten worden of eigenlijk helemaal ready moeten zijn uitgegeven te worden. Ik heb het niet alleen gedaan natuurlijk, samen met mijn directieteam. En een van mijn belangrijke afdelingen is de grondinspectie. Want als de grondinspecteur niet naar het veld is geweest en de verschillende onderzoekingen hebben gedaan, kan je niet verder gaan om een bereidsverklaring of een toewijzing beschikking te maken. Dus als minister had ik ze ook natuurlijk de nodige ondersteuning gegeven waar ik dan ook kon, om misschien in te komen met vervoer, als ze ergens moeten overnachten, om in te komen met voeding en al die zaken. Samen met mijn directieteam hebben we ervoor gezorgd dat meer dan 10.000 Surinamers die zo lang hebben gewacht op hun grondpapieren, uiteindelijk binnen deze 2 jaar het in handen hebben gekregen. Momenteel hebben we geen sprake meer van onderbemanning. We hebben nu meer dan 20 grondinspecteurs die ervaring hebben aangetrokken. Maar we hebben nog een klein probleem, is dat gedeelte van equipment. Want om op het veld te gaan, moet je vervoer hebben. Wanneer je terug bent, moet je dan je verslag kunnen invoeren. Je hebt daarvoor een computer nodig. Dus dat zijn de basisdingen die je nodig hebt om een rapportage te maken voordat je een grond kan uitgeven. Dus nu ontberen we nog die equipment, dus die zaken. Waardoor we nog zeggen dat grondinspectie nog op een laag pitje produceert. Maar we hebben nu genoeg bemanningen. Het ministerie heeft heel veel taken. Maar de meest belangrijkste, de 2 meest belangrijkste, is wanneer we het hebben over richtere gronduitgifte en ook het beheren en beschermen van onze bossen. Maar dan heb je ook daarnaast dat het ministerie ook moet kijken dat wanneer iemand een grond heeft gekregen, dat je daadwerkelijk gebruikt voor datgene waarvoor het heeft gekregen. Daarnaast ook moet het ministerie ook ervoor zorgen als iemand een concessie heeft gekregen, om te kijken als je eigenlijk de voorschriften naleeft. Daarnaast ook de registers van hypothecaire kantoor vallen ook onder het ministerie van GBB. Dat zijn enkele van de taken, maar er zijn meer taken van het ministerie. We proberen ons best te doen. We hebben eigenlijk een communicatieunit waar de burgers eigenlijk terecht kunnen gaan. Bijvoorbeeld als ze misschien jarenlang lopen met een aanvraag van hun, maar ze hebben nooit meer wat gehoord, is er een speciale communicatieunit. En het is wel nog in leven. Misschien is het nog niet wat het wezen moet, maar we zijn nog steeds bezig met onze communicatieunit, waar de burgers altijd terug kunnen gaan voor vragen en eventuele op- en aanmerkingen, suggesties en zo. Op je eerste vraag, als ik daarin mag gaan, het is eigenlijk geen grondaanvraag digitaal, maar het is registreren. Dus jij geeft aan van oké, ik wil een perceel in Coronie voor bouwkavel of ik heb het nodig voor landbouw. Dus dat loopt wel goed. Vorig jaar, 1 oktober, hebben we dat geïntroduceerd. En tot nu toe hebben we meer dan 75.000 Surinamers die zich digitaal hebben opgegeven om in aanmerking te komen voor een bouwkavel of een andere soort bestemming. Ten aanzien van verkorten van de procedure om te komen tot een bereidsverklaring en beschikking, moet eerst dan de wet aangepast worden. De wet waarmee we momenteel werken, heb je altijd nodig een indieningbewijs en dat is een LAD-nummer. Daarna wordt het gestuurd naar grondregistratie. Grondregistratie die stuurt het verder naar grondinspectie. Wanneer grondinspectie dan de rapportage binnen heeft en het positief is, wordt het weer gestuurd naar hoofddomeinen. Dan wordt er een beschikking gemaakt. Wanneer zo'n beschikking goed is, wordt er dan gestuurd naar de minister. En
Bij sommige aanvragen heb je ook adviezen nodig van andere instanties. Bijvoorbeeld van LVV, soms van TCT en altijd ook van de DC. En wanneer je afhankelijk bent van andere instanties en ze niet reageren op de verzoeken welke jij stuurt, dan kan het wel soms lang duren. Want bijvoorbeeld sommige uitgiftes langs de rivier, daar heb je bijvoorbeeld MAS-advies nodig. En als MAS niet reageert, kan je niet verder gaan tot het uitgifte van zo'n perceel langs de rivier. We zijn ook daarmee bezig wanneer je hoort over het GRIS-systeem. Voor 2018, als je eigenlijk een perceel had aangevraagd, dan werd het voor je gewoon op een kladje geschreven, een strookje met de hand. Maar momenteel krijg je een heel mooie uitdraai met alles erop. Dat is een GRIS-systeem waarmee we bezig zijn. Dus als we genoeg middelen hebben, gedigitaliseerd worden, waardoor de aanvrager van huis uit ook kan volgen waar zijn of haar aanvraag ligt. Zijn de adviezen al binnen? Is het een positieve advies of een negatieve advies? Maar nog steeds speelt middelen ons de baas. Vandaar dat ons systeem nog niet helemaal gedigitaliseerd is. We zijn wel al zover dat je digitaal kan, niet digitaal kan indienen, maar wel alles wel kan volgen. Voor ons hier binnen, maar voor de burgerij daar nog niet. Ik heb alleen tot nu toe alleen overlappingen met het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Voorheen was het ministerie ROGB, waarbij eigenlijk ruimtelijke ordening ook binnen GBB viel. Maar nu vanaf 2020 is het gescheiden, waardoor er nog enkele overlappingen zijn. Dan denk ik wanneer het gaat om bodemkartering, dus bodemgesteldheid, onderzoek en al die zaken, valt het nu onder ROM. Sommige mensen komen nog steeds hier te kijken als het nog steeds bij GBB valt. Dus dat zijn de kleine overlappingen, maar met andere ministeries heb ik niet echt overlapping. Okay, het ministerie heeft geen nieuwe wetten ingediend. We hebben net enkele aanpassingen wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de bedragen die de mensen nu betalen voor ontsluiting. Soms 100 SRD, soms 200 SRD. En het ministerie geeft dan de gronden uit. Met een 200 SRD kan je helemaal niet ontsluiten. Dus die voorstellen hebben we dan gedaan. Wanneer iemand ook een bereidsverklaring komt halen, wanneer iemand een toewijzingbereidsverklaring krijgt, dat je ook dan een kleine bijdrage levert om daadwerkelijk de plekken, wanneer we de bossen hebben uitgegeven, het wel kunnen ontsluiten. Dus dat zijn de kleine voorstellen die het ministerie heeft ingediend. De wet collectieve rechten van de inheemse volkeren is momenteel nu in behandeling in het parlement. Het is zo dat er heel veel hearingen zijn gehouden. Ook het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft ook een heel belangrijke rol in dit alles. Omdat het ministerie eigenlijk ervoor moet zorgen voor de demarcatie. Dus eigenlijk afbakeningen van de gronden of de woongemeenschappen van deze tribale en inheemse volkeren. Ik heb begrepen dat ze proberen om het van het jaar nog in openbare behandeling te brengen. En wat voor ons heel goed zal zijn, want om nu momenteel een grond uit te geven in Brokopondo en Sipaluwini, om eerlijk te zijn, heb ik dat nog niet gedaan, omdat ik dan rekening houd met deze rechten van de mensen. Dus wanneer de wet het eindelijk is, hebben deze mensen eindelijk hun rechten. Wel, conversie op zich vind ik helemaal niet slecht. Je hebt bijvoorbeeld jouw grondhuur, jouw bouwkavelgrondhuur van bijna 500 vierkante meter. Je woont al jaren daarop. Waarom zou ik je tegen moeten houden om het niet te kopen in eigendom? Want we weten allemaal in Suriname dat eigendomkavels meer waarde heeft. Als je naar de bank gaat om een lening te nemen, krijg je meer op een eigendom dan een grondhuur. Dus eigenlijk is het voor mij een heel goede ontwikkeling. Maar wanneer we kijken naar de groottes die eigenlijk de parlementariërs hadden voorgesteld, daar is het een beetje misgegaan. Maar om eigenlijk een bouwkavel tot misschien 2500 vierkante meter om te kopen tot eigendom, ik denk dat je heel veel Surinamers erachter wel zal krijgen. Maar wanneer het gaat om hectares, dan zien we dat het niet zo goed is gevallen in de samenleving. De wet is al langer dan een jaar daar in het parlement.
Want vorig jaar augustus hebben we dan de tweede ronde van het parlement gehad. En nu zou ik eigenlijk weer aan het woord moeten komen. En daarna zouden we dan overgaan tot de stemming. Maar we kijken nog uit wanneer het weer op de agenda komt van het parlement. Wel, ik moet zeggen dat sinds mijn aantreden we het hebben bewezen dat niet alleen een bepaalde groep alleen gronden kreeg. Na een online registratiesysteem weet je dat alle klassen, alle soorten massa registreert online. Ik is een grond. Omdat je ook dan moet overleggen dat je nog geen perceel op je naam hebt. En geloof me, we hebben aan meer dan 5000 burgers gegeven die nog nooit wat op hun naam hadden. Een stukje op bouwkavel gegeven. Dus met tegen de sranamang dat ik die no last bribi. Misschien gaat het me niet lukken om iedereen een stukje op bouwkavel te geven. Maar alles maar zijn registreren en nooit op mijn grondafdeling. Ik doe mijn uiterste best voor zorgen dat ik de smaak zo. Ik is mijn pisse grond.